Welkom bij Leo Middelzee. Dit is het nieuws van vandaag. Een foxpop over vermindering rookgebieden. Sanne Vermeer krijgt goud in een Grand Prix van judo in Georgië. En de voorstelling It komt weer voor het Liocht. We staan op dit moment op de markt van Leeuwarden. Met de hoofdvraag wat de mensen ervan vinden dat er steeds meer plekken niet meer mag worden gerookt. Wij gaan een rondje kijken wat de mensen ervan vinden. Nou, ik denk dat het op zich wel een goed idee is. Ik ben zelf al gestopt met roken in verband met gezondheidsklachten. Dus, En op sportvelden en van alles, daar doen ze veel meer acties mee? Ik vind dat sport en roken is niet verenigbaar. Dat vind ik een beetje raar. En ook niet dan even in de kantine even een sigaretje? Of? Nou ja, dan buiten de kantine natuurlijk. Maar het strookt natuurlijk niet om eerst te gaan sporten en dan vervolgens te gaan roken. Dat is een beetje tegenstrijdig. Dus, Maar je hebt natuurlijk ook wel cafés, daar wordt dan binnen gerookt. Dat is nu nog stiekem, omdat het qua brandgevaar is dat allemaal afgeschaft. Wat vindt u daarvan? Nou, je kan het ook overdrijven. Hè? Ik bedoel, vroeger werd er overal gerookt en nu is het in één keer overal en al dan. Ik vind, je moet ook een beetje het gezonde verstand een beetje laten prevaleren, zeg maar. Dus u zegt een biertje en een sigaretje in de kroeg, dat moet wel kunnen? Nou, het was voorheen natuurlijk wel normaal. Alleen op een gegeven moment wen je er ook wel weer aan dat niet meer gebeurt. Voorheen zat ik ook in de kroeg en een peuk en een biertje. Maar op een gegeven moment als dat niet meer mag, ja. In eerste instantie is het een beetje gek, maar op een gegeven moment wen je er ook wel weer aan. Het is hetzelfde als je niet meer in een openbare gebouw mag roken. Of in de bus. Toen ik vroeger op school zat, ja, dan mocht je nog in de bus roken. En nou is het nou dan, net zo goed in het vliegtuig. Ik kan me nou niet meer voorstellen dat je in het vliegtuig mag roken of in een restaurant mag roken. Nou, moet iedereen voor zichzelf weten. En dat de overheid er zoveel aan doet, dat er niet meer in een café. In Oostenrijk hebben ze de cafés al vrijgegeven, dan mag je weer ook in de cafés. Ze halen de hele gezelligheid uit Nederland weg. Met dit soort. Ja, ik houd het maar op. Bent u tegen een verbod of bent u voor een verbod op het roken in het openbaar? Tegen een verbod, ja. Dus u vindt dat iedereen buiten gewoon mag roken? Ja. En rookt u zelf ook? Soms. Wat vindt u ervan dat u op steeds minder plekken openbaar kunt roken? Kunt roken of niet mag roken? Niet mag roken. Alleen maar prima. Ik rook al 15, 16 jaar niet. Dan moet ik wel zeggen, als ik in een café kom en er wordt gerookt, dan blijf ik rustig zitten. Ik ben geen azijnzeiker die op een gegeven moment zegt van ik heb mijn hele leven gerookt, ben gestopt en dan in één keer zo lekker anti geworden. Daar doe ik niet aan mee. Maar ik vind het wel heel goed aan de ene kant. Ja, ik rook zelf al 16 jaar niet meer, dus voor mij op de rustig roken bij me thuis. Maar ja, ieder zijn eigen, hè? Maar in de kroeg wordt dan bijvoorbeeld ook wel gerookt en dat mag niet meer, qua brandgevaren van alles. Vindt u dat dan ook, een pilsje en een sigaretje erbij, dat moet kunnen? Of? Ja, in een café hoor je het roken. En op sportparken, er wordt ook veel telkens minder roken door de kinderen en van alles. Wat vindt u daarvan? Nee, daar niet. Nee, dan. Maar gewoon in een volwassen in een café, ja, daar hoort er een biertje, hoort een sigaretje dan. Nederlandse judoka Sanne Vermeer won onlangs nog goud bij de Grand Prix in Georgië. Leo Middelzee ging langs en vroeg om haar reactie. Sanne, als allereerst gefeliciteerd met je overwinning. Is dit de eerste keer dat je goud wint? Heel erg bedankt. Het is niet de eerste keer dat ik goud win, maar wel bij een seniorentoernooi dat ik goud haal, ja. En hoe voelt dat? Ik ben echt heel blij ermee, ja. Dat was zeker even een mijlpaal en dat geeft ook wel aan dat ik op de goede weg bezig ben op dit moment. Heb je echt erg je best ervoor gedaan? Ja, zeker wel. Mijn afgelopen twee toernooien ging het op zich qua resultaat wel goed, maar judoend iets minder. En toen ging ik naar dit toernooi toe en het was echt het plan om van oké, we houden ons aan het plan wat we gemaakt hebben voor die bepaalde tegenstander. En dat ging echt heel goed. Dus het was echt zwaar en soms ging het iets moeilijk om aan het plan te houden. Maar uiteindelijk ben ik wel echt heel tevreden ook over judo zelf. Zie je veel van de wereld als je dit zo doet? Ik ben wel op heel veel plekken geweest en ik heb heel veel sporthallen en hotels gezien. Maar verder, we hebben niet zo heel veel vrije tijd. Ook als we op trainingstages zijn, dan is er niet heel veel ruimte om bijvoorbeeld naar de stad te gaan of zo. Dus vaak als ik dan op zaterdag wedstrijd heb, dan vlieg ik donderdag of vrijdag heen. Dan heb ik weging, zaterdag wedstrijd en dan ga ik zondag weer naar huis. Dus niet zo, ik zie wel veel plekken van de wereld, maar niet echt de steden of de mooie dingen of zo. Heb je veel moeten trainen ervoor? Uiteindelijk is het wel veel trainen altijd. En dat voelt dat wel echt als een overwinning, na zoveel trainen? Ja, zeker. Het is, soms twijfel je natuurlijk wel van, schiet het wel op. En
Het gaat mij eigenlijk nooit snel genoeg. Ik wil gewoon meteen bij die seniorenwereldtop zijn. Maar ja, het is wel een mooie beloning inderdaad ook voor dat harde trainen. Dus in jouw ideale wereld zou je er nu gewoon al gelijk aan de top staan? Ja, natuurlijk. Ja, het liefste wel. Maar ja, ik weet op zich ook wel dat het eigenlijk niet kan. Alleen toen ik van de kadetten naar de junioren ging, ging dat eigenlijk heel makkelijk. En nu van de junioren naar de senioren is gewoon wel een stapje moeilijker. Maar dit is wel echt een mooie overwinning. Nou, en hoe is het nu voor u dan als overwinning? Die overwinning van Sanne is natuurlijk geweldig. Maar Sanne doet het al veel beter dan ik ooit had kunnen dromen. De wereldtitel bij de kadetten was natuurlijk al geweldig. Daar heb ik echt bij staan juichen bij de computer, zeg maar, toen ik dat live zag. En de wereldtitel bij de junioren, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. En nu al een Grand Prix winnen bij de senioren, dat is natuurlijk echt geweldig. En u geeft de trainingen? Nee, zij traint nu niet meer bij mij. Zij traint nu op het NTC, het Nationaal Trainingscentrum op Papendal. Als club, zeg maar, is het eigenlijk niet te doen om dat nu nog te begeleiden. Want als je weet wat ze allemaal al geweest is, dan... Ja, dat gaat gewoon niet. Ze heeft een WK junioren bijvoorbeeld gedaan op de Bahama's. Nou, dat is als club zijnde niet te bekosteren. Wat zijn uw plannen? Geeft u zelf nog training? Ja, zoals je ziet, de mat heb ik net weer neergelegd voor de trainingen van vanmiddag. Om 4 uur gaan we weer beginnen, tot 8:30. En morgen heb ik een judoka op de Nederlandse kampioenschappen tot 15 jaar. Eens kijken wat die ervan gaat maken. En ik denk dat hij ook wel bij een favoriete voor de medailles hoort. Dus we zullen zien hoe dat gaat. En bij de jeugd heb ik ook nog wel weer een aantal leuke judokas rondlopen, waar we in de toekomst misschien wel meer van gaan horen. De twee kleinkinderen van Klaas Westra eerden hun grootvader door een voorstelling met wat van zijn klassieke materiaal op te zetten. Leo Middelzee ging langs om ze hierover te vragen. U spraken dat wie Klaas Westra. En die wie toneelspeler. U spraken leeft al een heel skof net meer. Maar hij heeft wel heel mooi werk achterlitten. En de motivatie wie doen we dat werk weer zeggen en lezen en nog een keer lezen. En nog eens een keer in een holle kriegen. Toen dachten we van, daar moeten we wat mee doen. Het zou spietig wezen dat dit voortgaat. Dat er niks meer mee dienen wordt. Dus toen hebben we zijn van, we maken er een voorstelling van. Ja. En jullie doen dus eigenlijk een aantal klassieke klassiekers van zijn materiaal. En dat, is dit een manier om hem te eren? Ja, dat is wel een manier om hem te eren. Ja, inderdaad, ja. Dat is het wel. Dat is het ek. Ja, onder oren. Onder oren. Ja, en wat we het leuk vinden. We vinden het echt leuk. We vinden het mooi om te spelen. We vinden het mooi om piano en te zongen en toneel te spelen. En dan eren we uw spaken ek nog. Dat is gewoon, is alles rond. De voorstelling heet ik, het komt weer van het licht. He? Alles komt weer boven. En wanneer is de voorstelling? De première is op 12 april, dus 12 april in Kornium, in Kwaijum. Ja. En hoe lang kunnen mensen deze voorstelling gaan bezoeken? Wij proberen zo volle mogelijk daarna bij de spelen. We hebben wel een paar speeldatums, maar dat is na de simmer. Maar wij hopen dus dat er meer speeldatums komen. En die kunnen de meesten op uw website kunnen die zien wat we spelen. Ja, en uw website is Klaas Westra en dan is het AE, Klaas met AE op zijn Friesk. En dan .nl en daar staat alle speeldatums daarop. Dus daar staat de hele agenda daarop. Ja. En doen jullie dit soort dingen vaker op deze manier? Nou, wij doen dat net. Dit is mijn zuster, hè? Wij zijn zusjes. Ja. En zij is muzikante en ik speel je al heel lang toneel, acteren. En dus op deze manier hebben wij dat nog nooit gedaan. Dit is waar u zegt nee. Dit is een experiment. Ja, absoluut. Ja, en het bevalt prima. Op dood aan je. Ja, heel best. Het is heel best. Ja. Hey, maar zij is altijd muzikante geweest. En nog, doe eens nog muzikante. En ik speel je dus en ik acteer dus hier en daar en overal. Ja, maar samen hebben we het nog nooit, maar in situatie hebben we nog nooit spelen. Nee. En na deze voorstelling, hebben jullie nog meerdere toekomstplannen voor bijvoorbeeld nog een samenwerking? Nou,
nou, daar hebben we het nog net echt over gehoord. Nee. Maar het voldoet goed, dat mag je al zeggen. Het gaat wel heel best. Het gaat wel heel best. Dus je weet nooit wat niet is kan komen. Hé? Zullen we het daarop horen? We maken nou eerst eventjes door de première op 12 april, hè? En zien wat eruit komt. Ja. Speelt er iets in uw straat, wijk of dorp? Is er binnenkort een evenement of speelt er al een tijdje een probleem dat maar niet opgelost wordt? Of is er een buurtbewoner die nodig een keer in het zonnetje gezet moet worden? Leo Middelzee, de lokale omroep van gemeente Leeuwarden, komt graag bij u langs. En samen met u maken wij een item voor radio, tv en internet. Dus heeft u een onderwerp dat volgens u absoluut aandacht behoeft? Neem contact op met onze redactie via 058 7676 505 of redactie@leomiddelzee.nl.